Hallo en welkom bij een nieuwe video hier op Zonneschijn. We zijn hier weer in de Redstone-wereld. En met deze keer een iets andere soort Redstone-creatie. Zoals je al een beetje in de titel hebt gelezen. Ik weet niet precies wat de titel wordt, maar er staat iets in met dat ik veranderingen heb gemaakt aan mijn Redstone-creaties. Zodat ze makkelijker zijn, of niet per se makkelijker, maar kleiner, beter, dat soort dingen. En we beginnen met deze. Eerst moest je hier een Redstone-torch helemaal bovenin plaatsen. Dan via het dak werd die naar boven gebouwd en dan ging deze deur open. Nu heb ik er een redstone torch key bij gemaakt sinds ik wist dat dat ding bestond. Ik wist eerst helemaal niet dat dit bestond, joh. Ik ben nog zeer nieuw in het redstone ding. Ik kan pas sinds een paar weken redstone, zeg maar. Dus nou, hoe dit ding werkt, misschien, maar ik hou van deze dingen. Deze gebruik ik echt heel vaak. Je hebt hier een sticky piston met een blok. En daaronder redstone torch, dust, repeater op 3 ticks is dit volgens mij. En dan zo redstone erlangs. En dat gaat dan naar de rest wat je wel al kent. Zoek gewoon op internet op Redstone Torchkey en dan zie je hoe je dit ding maakt en hoe je hem gewoon zo aansluiten. Maar we hebben nog meer dingen veranderd en hier is mijn geweldige item frame lock ding. Hij werkt nog steeds hetzelfde als je hem in de goede formatie draait. Hop. Gaat hij open, maar hij is een heel stuk kleiner zoals je ziet. Eerst was dit ding echt tot en met hier al of zoiets. Zo lang was het ding. En nu is hij een stuk kleiner zoals je ziet. Ik heb hem op verschillende manieren veranderd. Aan de onderkant heb ik dit stuk hier lager gemaakt. Deze copperheden werkt nog steeds hetzelfde. De input werkt nog. De code zetten werkt nog steeds hetzelfde. In de zin van, je hebt hier een item frame met ding en dat gaat door. Naar de andere kant. En zo kan je hem instellen. Nu staat hier een blok. Deze copperheden gaat meteen in die. Die op de subtraction mode staat. En die gaat via een blok. Geeft de power door naar beneden. Waardoor deze piston lager staat. Want eerst had ik deze piston een... Het werd dat het blok update detector werd door deze boven. Maar dat heb ik zo opgelost doordat hij lager staat. En dan werkt hij voor de rest nog hetzelfde. En die kant dus ook hierboven. Heb ik dus eigenlijk gewoon wel eigenlijk wat er eerst beneden stond. Ja, bekijken zou ik zeggen. Ik heb deze natuurlijk al eens uitgelegd in een video. Als je die nog niet hebt gezien, maar je wilt wel graag weten hoe dat eruit zag. Hoe die er eerst uitzag. Ga dan even naar mijn allereerste Redstone Creaties video. Daar zat die andere ook in. Werkt allemaal nog hetzelfde. Dit stuk hier met... Die code zetten en zo. Het enige verschil hier is nu dat... ik heb een ander soort endgate neergezet. Ik heb er een tijdje over nagedacht. En bedacht dat je endgates ook op een andere manier kon maken. Alleen met torches. Heel simpel. Met hierboven een piston. Zodat deze piston naar beneden komt als deze goed is. En dan komt het redstone signaal door dit blok heen. Zo door. En gaat naar deze endgate voor beide kanten. Zodat je hier een endgate hebt. Hierheen en hierheen samen. En dan heb je hier de output. Hoe diep is het nu? 1, 2, 3, 4, 5 diep eigenlijk. Je zou 6 kunnen zeggen omdat hier de output komt, maar die kan je ook anders maken natuurlijk. Hij is een stuk compacter. Volgens mij is hij wel breder geworden, maar hey, als je hier een muur hebt, maakt niks uit. De muur kan ook zo. Op zich heb je daar helemaal geen last van voor de rest. En ik heb nog steeds deze mooie jab door staan. Kan je natuurlijk neerzetten wat je wilt. Dan gaan we naar deze, die ik gisteren heb gemaakt volgens mij. En daar hoorde je al door, daar hoorde je nog een tijd lang zo'n stomme piston tik. Moet je nu eens horen, hè? Ik zet mijn geluid niet hoog, maar moet je horen. Geen tik 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 de hele tijd door als ik het nog een keer doe. Gewoon één keer, hoe heb ik hem nou veranderd? Ik heb vanaf hier een signaal gepakt vanuit deze butt piston spul. De block update detector. Die gaat zo hier langs. Bloep bloep bloep. Omhoog. Bloep bloep bloep. Hierin wordt hij omgedraaid door een torch. En gaat hij zo hier doorheen met een... Ik weet niet meer precies waarom ik dat allemaal heb gedaan. Dat zal wel een goede reden voor zijn geweest. Waarschijnlijk omdat... Redenen. Ja, ik snap wel wat ik heb gedaan. Maar goed, hier met de torch wordt het signaal dan omgedraaid. Dan heb je hier geen signaal. En hier heb je een pulse extender. Dus hier heb je nog steeds een... Hier heb je een pulse van 1 tik. Die wordt verlengd door de repeater. Die gaat vervolgens in een pulse extender. En die gaat naar deze torch. Wat betekent dit? Deze piston is altijd gepowered. Pas op het moment dat hier een blokje weggaat... meteen open, want hij is gepowered. Maar dan blijft hij een tijdje dicht zitten. Omdat hier een signaal komt. Want als je dit doet, gaat die even uit zoals je al ziet. Gaat deze torch aan. Gaat dit stukje redstone aan. Gaat dit aan. Gaat de pulse extender aan. Die zorgt dat de pulse heel veel langer duurt. En dan gaat die torch uit. Dus heel veel later pas wordt die weer geactiveerd. En staat hij weer klaar om nog een keer te gaan. Ik zal het even kijken of ik het goed kan laten zien. Zie je, hij blijft een tijdje open. En dan gaat hij weer dicht. Deze pulse extender kan even wat korter op zich. Ik zal vast wel een manier zijn om dat te doen, maar dat weet ik dan weer niet zo snel.
En natuurlijk, dit werkt nog steeds hetzelfde, de knop aan de binnenkant. Ik ga nog een tutorial doen voor deze deur, want dat vroeg iemand aan. Dat is wel leuk. Ik weet niet of deze deur wel eens eerder is gebruikt. Ik heb hem op zichzelf ontworpen, maar het kan zijn dat hij natuurlijk al bestaat. En dat zijn de drie dingen die ik wilde laten zien deze episode. Zoals je ziet heb ik ze gebakend met wat redstone blocks en een redstone lamp. Die heb ik op deze manier veranderd. Deze is niet echt compacter geworden. Eerder groter? Nee, deze is op zich even groot gebleven. Werkt alleen beter wat geluid betreft en tegen lag. Veel minder lag. Deze is een stuk kleiner geworden. En deze is handiger geworden om te bouwen. Dus, ik zal vooral zeggen, laat in de comments achter of je een tutorial wilt op een van deze dingen. En in welk opzicht of je het hele ding een tutorial wilt, of alleen input, output, wat dan ook. Laat ook vooral weten wat je wilt dat ik ga bouwen van redstone. Dus vind je het leuk, doe even een groen duimpje, reageer, abonneer. Omdat het kan, niet moet vrezen voor je niet te delen met iedereen die je wel en niet kent. Dus volgende keer terug bij een nieuwe video hier op Zonneschijn. In ieder geval, later.